Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag spelen we uit tegen Groningen. En wat ik als eerst even wil melden, ik heb laatst een Facebookpagina aangemaakt voor mijn YouTube kanaal. Het heet Mark Tuba Games, dus mocht je interesse hebben, kijk dan zeker even op de pagina. De link staat in de beschrijving onderaan de video. En volgen zou ik zeggen, liken, dat soort dingen. Ik ga al mijn video's die ik uitbreng, ga ik daar ook posten, dus dat is misschien wel handig. En vertel het ook verdere vrienden en zo, waarom ook niet. We spelen dus nu tegen Groningen, sterkste opstelling. Hebben we even een poosje geen voetbal. Zitten een week tussen. En hier Isco. Oh, wat een kans, jongen. Isco. Goed gedaan, maar alleen die afronding niet. Maar er zit een poosje tussen. Dus vandaar dat we gewoon met ons eerste elftal kunnen spelen. Iedereen was ook redelijk fit. Dus. En het is natuurlijk leuk om in dit elftal te spelen. Zo is het ook. Vorige keer tegen Sparta. Ja, ik had er meer van verwacht. Laat ik het zo zeggen. Ik had er veel meer van verwacht. Dus misschien komt het vandaag uit. Je weet het niet, hè. Eens even kijken. Martins Indy. Van Beek. Kimmich. Joshua Kimmich. Kop. Vidalba gaat er overheen, jongen. Op de rennen. Oh, die komt er niet langs. Jammer. Romelu Lukaku. Kop. Oh, dit is zo jammer. Dit is zo jammer dat dat niet lukt. Korte combinaties. Daar hou ik wel van. Kom op, Lukaku. We hebben die bal. Ja, dat is kut. Oeh, uitkijken, Werner. Dat je keeper omver glijdt. Kun je inpakken. Oh, kut. Kut radar, alles is wit. Zo staat er daar eentje helemaal vrij. Lukaku, jongen, echt. Ja, die geblesseerde speler die hield het buitenspel op. Had ik te laat door, denk ik. Zonde. Desalniettemin had Lukaku daar meer mee mogen doen, wat mij betreft. Nu dan. Goeie bal. En hier had hij ook meer mee mogen doen, hoor. Oh, oh, oh. Zonde dit. Hij scoorde de vorige wedstrijd wel, maar maakte nog geen denderende indruk, moet ik zeggen. Nou, te zeggen dat hij echt moet wennen, lijkt me ook niet. Een Belg die in Nederland moet wennen, dat zal allemaal wel meevallen. Nu dan. Goeie bal op Vialba. Vialba dan. Werner in het midden. Ah, die bal komt weer niet voor. Zonde. Kom op. Reyes, schiet jij dan eens een goal, man. Maak het uit. Wordt weer geblokt. Op Klaasie, sterk jongen. Kimmich, wat doe jij hier? Maakt niet uit als je het maar goed doet. Goed gedaan, ja, ja, oh, wordt geblokt. Goed gedaan van Werner, maar de bal wordt gewoon weer geblokt hoor. Ah, rot op, scheids. Speelt er gewoon de bal, man. Nu dan. Ja, hij moet die tackle weer ontwijken, waardoor hij de bal kwijtraakt. Ook dat is weer jammer. We hebben niet al te veel geluk de laatste tijd. Oeh, lekker Donnarumma. Gelukkig ben jij er ook nog. Je zou het bijna vergeten af en toe. Hop, weg die. Zo, ik wou het zeggen. Staat er nog iemand voorin? Of, Kom op. Werner. Doe nou weer eens waar je goed in bent, man. Hard rennen en scoren. Nu dan.
Oh, keeper. Ja! Villalba scoort. Goeie actie van Werner. Pech met zijn afronding, maar komt gelukkig nog goed. Lekker. Toch met een 1-0 rust de voorsprong. Of de rust in, zeg maar. De voorsprong in. Als jij wil. Oh. Waarom zo'n moeilijke uitgooi, jongen? Waarom niet gewoon een rolletje? Dan kun je hem zo makkelijk doortikken. Even terug. Op Werner. Ik heb het idee dat Werner met Dolberg een stuk beter door had. Toen liep hij veel beter vrij. Het kan even natuurlijk een fase zijn. Maar het liep gewoon allemaal lekker. En ik heb zo lang getwijfeld of ik het wel moest doen verkopen. Maar ja, 110 miljoen jongens. Dat is toch wat waard? En ik denk Lukaku, die is qua rating gewoon een stuk beter. Maar dit is pas de tweede wedstrijd, jongens. Even. Misschien moet ik wat meer geduld hebben. Je verwacht te veel, hè. Kan er eigenlijk bijna alleen maar tegenvallen. Zo is het ook. Kijk eens hoe druk het daar is met Groningen spelers, joh. Klopt. Oeh, jammer. Kop, meegeven aan Isco. Isco goed gedraaid, schot. Gewoon niet in. Ik denk, nou die hangt, maar schiet hem gewoon mis. Jongen. Mooie actie, dat wel. Kom op, Luca komt nu dan. Schiet de jongen. Ah, jammer. Zit er weer niet in. Romelu Lukaku. Goeie voorzet. Gelukje. Nee, dat ging allemaal mis. Dan druk je op knopjes. Dan gebeurt er niks. En dan later voert hij het hele verkeerde uit. Nog maar een half uur, jongens. Het staat pas 1-0. Kom op, man. Echt. Tegen Groningen moet je toch gewoon lekker kunnen winnen, of niet? In the spirit of the day, really, trying to keep the game flowing. Working hard just to see little too eager to get behind the opposition caught offside. Moet ik gaan wisselen? Ik zit me even af te vragen. Jordy Classic. Of dat beter van gaat worden. It's Kimmich. Nou, nu dan. Good forward play from them. Sheampong, goede voorzet richting Lukaku. Nee, geen goede voorzet. Nou, Sheampong dan. Zo, wat een klote schot, joh. Die is ook niet echt in vorm, hoor, heb ik het idee. En wie wel? Wie is er wel in vorm? Zelfs Werner is niet in vorm. Nu dan. Oh. Ik zeg, hij is niet in vorm, maar hij schiet hem er wel even in. Zo. Goed gespeeld. Kijk eens even. Hup. Dik. En bam. Mooi hoor. Met een curve. In de kruising. Ja, nou, kruising. Ja, scheelt heel weinig. Ah. Toch loopt hij niet zo lekker vrij als in het begin, die Werner. Poosje geleden, 2 weken geleden, vorige week.
win the league. And they're getting themselves in a good position to do that. Isco met de paasjes. Werner liep altijd lekker vrij. Nu dan Lukaku. Nou, als je deze niet inschiet. Oh, godsamme. Oh. Als je deze die inschiet, ja. Ik ben blij dat ik verder mijn zin niet af heb gemaakt. Isco gaat eruit. What the fuck doe jij, joh, gek? Jezus. De piel weer. Zet Strootman er gewoon in. En Lukaku gaat er ook uit. Oh, wacht even. Moet ik het wel goed doen. Zulke ballen missen, dat kan toch niet, jongens? Godsamme. Schiet hem gewoon vol op de paal. Coming up. Strootman op 10. Dat is ook wat, hè. En ik probeer het gewoon. Kijk, dit gaat goed. Hoppatee, 3-0. Jurgensen staat er koud in. Ja, was ook niet te missen deze. Werner niet zelfzuchtig. Ja, joh, laat die corner vlag eens met rust, man. Agressief mannetje. Ik zat te twijfelen. Zou ik zelf schieten? Ik ga voor het zekerheidje. Ik ga voor het zekerheidje. 3-0. En Jurgensen weer eens een goaltje. Ook belangrijk voor hem natuurlijk. Die zat ook niet zo lekker in zijn vel de laatste tijd. Oh. Kom op nou, jongen. Pak die bal. Zo. Goed gedaan. Nou, Strootman. Jeetje, die gast komt ook niet vooruit. Nou, dan wil Jurgensen maar weer. Jurgensen, lul. Oh, ook hij mist. Zo grote kansen, jongens. Eerst Lukaku, nou Jurgensen weer. Godsamme. Ah, jammer. Jammer. Martin Zindy, waarom ben je niet mee met die corner, jongen? Als iemand hem erin koppelt, dan ben jij toch zeker. Joshua Kimmich. Nu dan, goede bal op Werner. Werner schiet hem erin, alsjeblieft. Waarom niet? Nou, dan Vialba maar weer. Het is niet de eerste keer deze wedstrijd. Werner mist, Vialba met de rebound. Dat ging net goed. Net langs het paaltje. Ja, en zo wordt deze kansloze kutwedstrijd toch alsnog 4-0. Kom op. Weg met die bal. Ah, het zit erop. 4-0 gewonnen. Nou, qua uitslag dik tevreden. Qua uitvoering iets minder. Hoewel, Groningen. Ja, één schot op doel. Zo is het ook. Donnarumma had die lekker. En 19 schoten van mij. Zeker als je met Lukaku voorin speelt, verwacht je toch net iets meer. Ik verwacht gewoon net iets meer. Maar helaas. Hier gaan we kijken, jongens. Transfer deadline day. Dolberg 110, Lukaku 105. Ja, ja, dat zijn de bedragen. En ik heb geen geld meer voor nieuwe spelers. Promes 49 miljoen, jongens. Jeetje, mina. Wat een geld. Ja, we gaan hier nog eens even kijken. Ik heb echt geen geld, hè. Ik ga toch nog een keer kijken voor de zekerheid. Ga nou naar links. Hè? Jongen, jongen, PlayStation. Waar ben je mee bezig, man? 4 miljoen heb ik. Ja, en wat salarisbudget. Het wordt er niet echt veel beter van. Ik moet eerst wat kwijt. Ja, wie wil Oostunali? Wie wil Mertens? Die wil toch niemand hebben? Of toch? Transferoffer. Jaden de Groot. Om te verhuren. Doe maar. Numancia. Hij speelt toch nooit.
alle jeugdspelers die eigenlijk weinig spelen, die staan op de nominatie om te verhuren. Kunnen ze alleen maar beter van worden als ze de winst spelen. St. Juste. 11 miljoen. Dat vind ik eigenlijk te weinig, ook al wil hij weg. Ik vind 11 miljoen vind ik gewoon te weinig. Ik zet in op 15. Sevilla. Het is wel een goede verdediger, maar hij wil weg. Dat vind ik zo jammer. Dan eens even kijken. Wat er nog meer gaat gebeuren. Van Rijn. Ja, we kunnen maar naar de schelen. Moesonda ook. Ja. 61 miljoen voor Moesonda. Niet te geloven. Wat een bedrag, jongens. Ja, als Dolbergen voor 110 miljoen verkocht wordt. AZ. Wauw, ze hebben Hansson verkocht. Ha, voor 0 euro. Reservekeepertje geweest bij mij, hè, natuurlijk. Transferoffer. Ja, 15 is te veel, 14,5. Nou, accepteer hem maar ook, hoor. Doen we het al even zonder centrale verdediger in het B-team. Doen we het wel met een jeugdspeler. Want van de zomer komen er natuurlijk nieuwe centrale verdedigers in. De mensen van Papadopoulos en Gomez. En anders krijg ik wel heel veel spelers als ik nu nog eentje ga kopen. En ik kan ook wel wat geld gebruiken. Transferoffer op Maresca. Ja, die ga ik nu dus niet wegdoen. Barcelona wil hem huren. Wat is dit? Barcelona wil mijn jeugdspeler huren. Ja, sorry jongens. Maar ja, als St. Juste nu weggaat, dan heb ik een probleem. Eens kijken. Toch even spieken. Ajax. Kupke gekocht. Nooit van gehoord. Tenminste. In de jaren 90 was dat een keeper van Duitsland. Maar dat zal deze niet zijn. Hier, kijk. Nainggolan. Papadopoulos. Van Aken. Gomez. Kane. Die komen allemaal van de zomer, jongens. Utrecht is niet veel. Nou, dan gaan we nog eens even. Wat is nog meer boeiend? PSV, helemaal niemand. Heerenveen ook niemand. Nou, dat was hem. Daar gaat de transfer deadline day. Is St. Juste nou nog weg? Ik ben benieuwd of hij nou nog weggaat. Denk het wel. Even naar de inbox. Nou, ik heb het idee van niet eigenlijk. Hebben we hier nog wat tussen zitten? Twee linksbacks, daar heb ik wat aan, maar niet heus. Ik zal nog eens even naar de... scouting gaan, wou ik zeggen. Settingen... Nou, hij is al aan het scouten in Frankrijk. Even kijken wat hij dan allemaal gescout heeft. Want ik heb het idee dat ik hem al een jaar niet meer gezien heb. Scout. Ik ken hem ook niet. Oh, volgens mij heb ik hem later pas weggestuurd. Toen had ik ook wel zoiets. Waarom gebeurt er niks met mijn scouting? Maar goed, dat is dus de reden. Even kijken of St. Juste er nou nog is. Ja, die is er gewoon nog. Nou, dat scheelt weer. Het scheelt ook 15 miljoen. 14,5, dat ook. Maar in ieder geval nog een verdediger. Nou, morgen spelen we dus bekervoetbal tegen NEC. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk weer tot morgen. Later.